Dat is het strooien van het zand. Dit is mijn leven dus dit. Meer heb ik dus niet. Wat ben je nou aan het doen dan? Ja, wat dacht je? De lijn aan het weghalen. Dat je dus een compleet nieuwe lijn krijgt. Een schrijvende lijn. Jongeman, gewapend met zand en stok. Zo. Daar kom. Hij vast. Hier. Oh ja, dat is ook nog. Sorry hoor. Dat ben je cake. Kijk eens, kom hier. Het wapen. Kijk uit bij je voeten, P. Zo, ging even hard. Kijk, het schrijft mooi, het schrijft beter dan tevoren. Nou, we knopen dit weer aan elkaar voor de volgende sessie. De slinger van Foucault in Noord-Scharwoude. De rust in zelf. Voor jou is het van belang dat je weet als je hier op een site zet dat de slingertijd van nu naar jou 7,5 seconden is. Op het moment dat hij dus dat hij kleiner wordt, dat de slinger wordt minder, blijft het 7,5 seconden. Hij wordt nooit meer. En ook nooit minder. De tijd is altijd 7,5 seconden. Dit idee werd uitgevonden in 1851 door Foucault, een Fransman. Ja, weet je hoe dat komt? Ja, dat klopt. We hebben het niet uitgevonden. Dat, we hebben een nieuw poort tussen gezet. Hè? Ja. Dat is gewoon staal. En wat doet die dat ding nou? Als hij in zijn rustpunt komt, dan gaat hij omhoog en even omlaag weer. Dan komt hij bij de volgende keer, hij wipt hem ietsje omhoog. Ja. Het is maar een duizendste millimeter. Of ja, dikker, hoor. Nee, maar dat klopt. Het is hier. Hoi? Dit hier, ja, ik weet het. En straks stopt hij weer. Ja. En straks stopt hij weer. Zien jullie al verandering of wel? Jazeker. Kijk maar. Kijk maar, er zit al twee strepen. Hij is uit zijn heel langzaam gaat hij, in een uur moet hij 10 graden verdraaien. En dat gaat hij dus doen. Ja, dat hebben we breder, zie je het niet? En hoe lang duurt het voor de stil? Ja, hij moet eigenlijk 24 uur wiebelen. Uitgeslingerd. Maar doordat hij dus dit koord nog natrilt, krijg je elke keer een dempend geluid, waardoor hij dus minder slingert. Hij slingert gewoon minder. Hoe lang moet hij ook weer zijn? Het is 13,5 meter. Hij moet toch 63 zijn? Of? 68, 67, 70. Hoe te langer, des te beter. Hoe te langer hij is, des te langer slingert hij. Dat heeft te maken met de slingertijd. Zo had je die masten voor nodig, om het buiten te doen? Ja, nou, die masten heb ik nodig om buiten te slingeren. Dus gewoon dus niet binnen. En dan ga je dus, als jij een verjaardag hebt, dan kom ik bij jou slingeren. Dan zetten we die masten voor je deur, moet je wel je deur open doen, dan slingeren we zo naar binnen. Maar dat ding is 90 kilo. Dit is 90 kilo. Houdt hij dat dan wel, zo'n mast? Jawel. Hoe krijg je zo'n mast zo hoog dan? Gewoon lopen, omhoog. De trap op? Nee hoor, gewoon een touw. Je zet ze dus goed vast neer, dat ze niet verschuiven. Dat moet je wel doen. Eentje gaat met een lang touw die kant op en twee man duwen hem zo omhoog. En dan die andere trekt hem omhoog. En als ze dan staan, dan ga je ze uitlopen. Je moet met drie man wezen.
Maar hoe lang wordt het dan, die buitenopstelling? Hoe hoog wordt dat dan? 10 meter. 10 meter. Ja, nou, dat is wel hoog. Hoog. Dat vind ik ook wel hoog. Ja, dat is kijk, dat is 4 verdiepingen. Dat is een flatgebouw. En dat is het ding om zo de meter, dan moet je wel stevig bouwen natuurlijk. Nou ja, het is dus stevig. Nee, ik weet niet of het stevig is. Hij is stevig genoeg, hij kan dit makkelijk hebben. Want het wordt één starre beweging. Hij staat op 2 meter afstand, staat hij zo. Het is een lange, smalle toren zo. Hij staat niet op zo 10 meter. Hij staat met een beweging van hoog op een paar meter.